Zevende tijd staat op dit moment van 114,95. Maar Schoonvader was in de tweede baan, dus zo'n 7 seconden sneller. Succesvol met de twee spannen, maar nu succes met de vier spannen voor Wouter van der Kamp, Roosendaal. Met Marjolein en Marlies als grootste achterop, het is allemaal girl power. En ze zien de rust stroomlijnen uit. Er wordt hard gewerkt door de ponies. Ook Quartera rijdt met welsponies. Ze zal het binnen de familie dus ook moeten nemen tegen de Shetlanders. 51 seconden zat ze op dezelfde tijd als haar schoonvader zo even. En dan wordt het dus nog zeer spannend, dames en heren, als haar schoonvader in het klassement voor zal blijven. De eerste maand zat ze een flinke voorsprong. Die heeft ze dus nog altijd, want in de tweede maand dezelfde tussentijd. Maar er hoeft maar iets te gebeuren als ze is weg. Dat doet ze goed. Zeer gemotiveerd, zeer gedreven, zeer handig. Kijk de dames allemaal naar de lipstiften. Ja, dit gaat razend snel. Mensen, als ze nog vet zijn van Wouter, dan moeten ze nu laten horen. Laten de zorgen met z'n allen. En komt ze de laatste meters. En nu gaat ze. Ja! En is het snel. Oei, is dit maar ik dacht net snel genoeg. 108,03. Dat gaan we tellen bij de 114,95. En daarmee komen we op 222,8.